Hoi Katie. Papa. Jij bent opgewekt vandaag. Waar ga je naartoe? Ga je naar Toms verfwinkel? Waarin ga je transformeren? Een hele knappe haai? Ongelooflijk! Tot zo bij Toms verfwinkel. Hoi Tom, Katie is er voor een makeover. Ze wil graag transformeren in een hele knappe haai. Tom zegt dat je wel een veiligheidsbril op moet. Nu ben je klaar voor de transformatie, Katie. Hier brandt de zon niet, kleine Tom. En dat is geen veiligheidsbril. We hebben blauw nodig voor de haai. Je gaat op een echte haai lijken. Wat nu, Tom? Je hebt een kwast en grijze verf nodig voor de details. Je bent bijna een haai, Katie. Volgens mij moet er nog één ding gebeuren. Katie's vinnen moeten op en neer kunnen bewegen. Kan je als een haai bewegen, Katie? Ongelooflijk! Waar kijk je naar, Katie? Iemand om te laten schrikken? Kijk uit, Suzie. Tot ziens allemaal. Tot de volgende keer. Goedemorgen, Troy. Waar kijk je naar? Waar wacht je op? Komt Tom je oververven? Op welk karakter wil jij gaan lijken? Ik begrijp het al. Het is een geheim. Daar is Tom, met een aanhanger vol met verf en extra's. Met welke kleur ga je beginnen? Groen. Heel mooi. Goed idee. Geef Troy eerst een veiligheidsbril.
Dat is beter. Laten we beginnen met het verven van Troy. Je ziet er prachtig uit, Troy. Wat nu, Tom? Drie hoeken. Ik vraag me af waar die voor zijn. Ga je de driehoeken verven, Tom? Dat is inderdaad de goede kwast. Wat ga je met al die driehoeken doen, Tom? Troy, je ziet eruit als een rocker. Heb je nog iets anders nodig, Tom? Dat zijn rare stickers. Je hebt gelijk. Die moet je ook verven, net als de driehoeken. Plak je ze nu op Troy's groene verf? Ben je klaar, Tom? Je bent een dinosaurus. Je ziet er indrukwekkend uit, Troy. Moeten we je nu een treinosaurus noemen? Goed werk, Tom. Zie je later, Tom. Tot ziens, Troy. Hallo, Penny. Wat ga je doen vandaag? Ga je naar Tom voor een extreme makeover? Maar Penny, dat is niet nodig. Je bent al super. Wil je Supergirl zijn en nog zelfs superder duperder? Oké, laten we gaan. Hey Tom, ben je klaar om Penny in Supergirl te veranderen? Inderdaad, er is niet veel voor nodig omdat Penny al een super mega superheldin is. Laten we beginnen. Wat ga je als eerste doen? Spuitverf? Oké. Welke kleur heb je nodig? Blauw! Natuurlijk! Deze kleur past heel goed bij Penny. Wat nu, Tom? Rode details? Net zoals het kostuum van Supergirl. Wat verf, natuurlijk. En uiteraard een kwast. Prachtig. Oh nee,
De kwast heeft buiten de lijntjes geverfd. Dat is niet erg, Tom. Verf de blauwe kleur gewoon over. Goed. Perfect. Nog iets meer? Waar zoek je naar, Tom? Natuurlijk, een Supergirl sticker. Laten we de kleine stickers op de staartvleugels doen. Perfect. Doe de grote stickers op de grote vleugels. Je ziet er prachtig uit, Penny. Net zoals Supergirl. Goed werk, Tom. Mist er nog iets heel erg belangrijks, Tom? Natuurlijk. Supergirl zou Supergirl niet zijn zonder haar cape. Je bent klaar, Penny. Nu lijk je echt precies op Supergirl. Doeg, Tom. Dank je wel. En tot ziens, Penny. Ik bedoel, tot ziens, Supergirl. Hoi, kleine Hector. Hallo. Jij bent opgewekt vandaag. Waar ga je heen? Hallo, Babyboo. Ben je onderweg naar Toms verfwinkel? Waarin ga je transformeren? Jack-Jack van de Incredibles? Dat is ongelofelijk! Tot zo bij Toms verfwinkel. Hoi Tom. Kleine Hector is er voor een makeover. Hij wil dat jullie hem transformeren in Jack-Jack uit The Incredibles. Tom zegt dat je een veiligheidsbril op moet. Nu ben je helemaal klaar voor de transformatie. Er is hier geen zon, kleine Tom. En dat is geen veiligheidsbril. Je hebt veel rood nodig voor Jack-Jack's pyjama. Je gaat precies op Jack-Jack lijken. Een echte superheld. Wat nu, Tom? Inderdaad. Beige voor Jack-Jack's gezicht. We hebben ook een kwast nodig. Uh-huh.
Je bent bijna een superheld, kleine Hector. Wat heb je nog meer nodig? Kleine Jack-Jack's haar. Volgens mij heb je nog één ding nodig. Je bent een superheld. Gebruik je je zweefkracht? Ongelooflijk. Wat is dat, Tom? Voor kleine Hector's laserogen? Tot ziens allemaal. Tot de volgende keer. Hallo Tom, wat ben je aan het doen? Oh, hallo Bobby. Zo te zien ga je jezelf opmaken. Wil je een piraat worden? Dat klinkt als een mooie missie voor jou, Tom. Laten we beginnen met de verf. Wat heb je nodig, Tom? Natuurlijk, een spuitbus. Wauw, Bobby, je lijkt nu wel van hout gemaakt. En wat nu? Briljant! Mist er nog iets, Tom? Prachtig, Tom. Dat is echt heel mooi. Stickers. Wat voor stickers zijn dat, Tom? Natuurlijk, dat zijn kanonnen. Kom naar buiten, Bobby. Want er is nog meer. Hey Tom, waar wacht je nog op?
Flevie de Dieplader bezorgt je materiaal. Hé, Flevie. Tom wacht al op je. Zo te zien heb je veel bij je. Dank je, Flevie. Tot later. Laten we de nieuwe onderdelen plaatsen. Het achterdek. Goed idee. De boegspriet. Perfect. En dan de mast. Hebben we alle onderdelen, Tom? Wat missen we nog? Maar natuurlijk, het zeil. Laten we het zeil op de mast plaatsen, zodat je ermee kan zeilen. Een piratenvlag. Wauw. Bobby, ik herken je bijna niet meer. Is dat alles, Tom? De puntjes op de i. Wat is dat, Tom? Laat maar zien. Een piratenschip. Dat is ongelooflijk. Tom, je bent een echte artiest. Doeg, jongens. Tot de volgende keer. Hey, Carl. Wat kijk jij serieus vandaag? Wat is er? Ah, je gaat naar Tom toe. Tom? Hey Tom, ben je daar? Goedemorgen Tom. Welkom bij de autospuiterij iedereen. Tom, Carl wil op Batman lijken. Ja Tom, begin maar met de grijze verf. Wat nu, Tom? Inderdaad, we gebruiken de grote kwast. En de gele verf. Dat is een prachtige gele riem, Tom. Wat is er, Tom? Een vleermuis. Briljant. En een masker. Batman. Heel erg bedankt, Tom. Tot de volgende keer. Tom's verfwinkel. Hoi Ben. Oh? Rustige dag, of niet? Ha. Hey, wie deed dat? Het is ondeugende Tyler.
Oh, Ben. Waarom gooi je niet eentje terug? Kitaba? Heb je een afspraak bij Toms verfwinkel? Aha. Dan kun je maar beter gaan. Wauw, mooie sneeuwpop. En je bent net klaar voor Ben's makeover. Wat is er, Tom? De witte plekken op Ben. Oh, Tyler viel hem aan met een lading sneeuwballen. Haha, goed idee. Kleine Tom denkt dat je je moet aansluiten bij Tyler aan de donkere zijde en dat je Darth Vader moet worden. Inderdaad, kleine Tom. Je vader start meestal met een basislaag, maar vandaag niet. Eerst moeten we Ben's grill aanpassen. Maar welke zullen we kiezen? Goede keuze, kleine Tom. Die driehoek ziet er precies zo uit als de mond van Darth Vader. Oké, nu kunnen we beginnen met de eerste laag verf. Als Ben zich bij de donkere zijde aansluit, dan hebben we deze kleurrijke verf helemaal niet nodig. Voor we beginnen, moet je eerst een veiligheidsbril op om je ogen te beschermen. Oké. Tot ziens, meneertje aardig. Cool. Wat nu, Tom? Hey, waar gaat je vader heen? Hij is naar de garage om speciale accessoires te pakken. Ongelooflijk. Tom gebruikt het controlepaneel als Darth Vader's borstplaat. Probeer maar eens. Laat maar eens horen. Wauw, je hebt Ben's stem veranderd. Je vader wil dat je de trapdeur nu open doet, kleine Tom. Het is Darth Vader's helm. Hij past perfect. Zo te zien ben je nu klaar. Heb je nog meer accessoires voor Ben? Natuurlijk. Ben kan de strijd niet aan zonder een lichtzwaard. Kom op, Ben. Laten we gaan. Bedankt, jongens. Jullie hebben Ben getransformeerd. Iemand zoekt nu naar problemen. En deze keer lijkt het erop dat de donkere kant kan winnen. Mogen de kracht bij je zijn. Tot de volgende keer allemaal. Hey Tom, hoe gaat het? Moet je een lek maken? Maar waar is het voertuig met het lek? In je verfwinkel?
Ga jij jezelf ook omtoveren? Tyson, jij bent dus degene met het lek. Ik hoorde dat jij ook een makeover krijgt. Volgens mij wil Tom eerst het gat in je tank repareren. Perfect. Tijd voor Tyson's makeover. Dat is een goed idee. Als je Tyson in Iron Man verandert, krijgt hij nooit meer een lek. Iron Man is rood, of niet? Je hebt gelijk, Tom. Tyson moet ook een veiligheidsbril dragen. Die rode verf ziet er prachtig uit. Maar Iron Man heeft ook gouden delen. Heb je gouden verf, Tom? Kan je dat maken, Tom? Goudstaven? Wat ga je daarmee doen, Tom? Ik begrijp het. Je gaat de staven omsmelten om de gouden kleur te krijgen. Wauw! Je hebt gouden verf gemaakt. Wat nu, Tom? Dezelfde gouden verf op de buik van Tyson? Natuurlijk! Iron Man heeft gouden lijnen aan de zijkant. Kietelt het, Tyson? Die zijn prachtig! Is er iets mis? Wat zou het zijn? Inderdaad! Tyson heeft krachtlampen nodig, net als Iron Man. Tyson heeft 5 wielen aan beide kanten, dus je hebt 10 lampen nodig. Is Tyson nu helemaal klaar? Wat? Heb je een magische kern, net als Iron Man? Dat is vet! Bewaar je hem daar? Tyson, ben je klaar voor het laatste en belangrijkste onderdeel van je makeover? Je ziet er net zo cool uit als de echte Iron Man, Tyson. Tijd om te gaan en te kijken of je net zo sterk bent als hij. Dat is prachtig! Tom, je mag trots op jezelf zijn. Tot ziens, Iron Tyson. Hey,
Hey Steve, jij ziet er tevreden uit. Mm-hmm. Wat is er aan de hand? Mm-hmm. Toms nieuwe verfwinkel, dat is spannend. Als welk karakter wil je geverfd worden? Mm-hmm. Oh, vertel Steve, alsjeblieft. Mm-hmm. Je wil een minion worden? Mm-hmm. Dat is cool. Tom? Hey, Tom! Ben je daar? Oh, daar is hij! Achter Tom aan, Steve. Mm-hmm. Zijn verfwinkel is daar. Mm-hmm. Ben je er klaar voor, Steve? Mm-hmm. Perfect! Wij zijn er ook klaar voor. Wat eerst, Tom? Natuurlijk, een veiligheidsbril. Veiligheid eerst. Welke kleur ga je gebruiken, Tom? Geel. Wat een vrolijke kleur. Oeps, verkeerde kleur. Inderdaad, deze kleur willen we. Kietelt het, Steve? Mm-hmm. Nog een paar kleine stukjes te gaan. Mm-hmm. Wow, je bent helemaal geel, Steve. Mm-hmm. Zoek je nog een andere kleur, Tom? Mm-hmm. Is dat alles? Mm-hmm. Dat is een grote kwast. Die blauwe lijnen gaan er prachtig uitzien. Mm-hmm. Mist er nog iets, Tom? Moet je een dunnere lijn tekenen? Dan heb je een dunnere kwast nodig. Je lijkt nu een echte minion, Steve. Mm-hmm. Vooral met die veiligheidsbril. Maar misschien mist er nog een detail. Mm-hmm. Klaar, Tom? Mm-hmm. Goed werk, Tom. Bedankt. Wauw, Steve. Je lijkt nu echt op een minion. Mm-hmm. En kijk, een heel team minions. Hey, Francis. Hoi, Peter. Veel plezier vandaag. En misdraag je niet als een echte minion.